Hallo, mijn naam is Steffer Beek. Ik ben past president van JCI Lier en ook past president van JCI Vlaanderen 2015-2016. En via deze weg richt ik mij tot jullie waarde voorzitters, beste bestuursleden, beste leden, lieve vrienden. Om u tijdens deze bizarre coronatijden een hart onder de riem te steken. Want ja, dat de JCI-werking sowieso al een uitdaging is, elk jaar opnieuw, dat hoef ik u vast niet uit te leggen. En door COVID-19 is er daarbovenop nog een extra uitdaging bijgekomen die toch niet bepaald van de minste is. Maar toch zou ik u willen vragen om vol te houden, om te blijven investeren in engagement in onze fijne organisatie. Ik zelf beschouw mezelf als een geweldig voorbeeld van de meerwaarde van de Jonge Kamer in een leven van een high potential of een young professional of zelfs een ondernemer. Ik ben niet zo lang naar school geweest, dus ik heb heel veel geleerd bij JCI, veel meer dan op de schoolbanken. En ik zou de man en de ondernemer die ik vandaag ben niet zijn zonder JCI, zonder jullie allemaal. En het is die meerwaarde die je goed in het achterhoofd moet houden. Ik zie dat er in Vlaanderen een nieuwe ploeg opstaat die in uitdagende tijden toch de uitdaging aangaat en jullie wilt ondersteunen als lokale leden en lokale afdelingen om meer te halen uit dat lidmaatschap. En ik zou zeggen, join the party, hè. Stap daarmee in, ga voor dat jaarthema DNA. Doe ook in uw lokale afdeling wat nodig is om gezien de omstandigheden en met de beperkingen die zich aandienen, toch het meeste te halen uit het komende werkingsjaar. U gaat daar geen spijt van krijgen. Dus voilà, een warme oproep aan u allen om de moed erin te houden, om te blijven projecten te organiseren. Ik zie overal geweldige initiatieven opduiken, zowel fysieke als online of zelfs hybride evenementen en projecten. Blijf dat vooral doen, blijf daarin investeren. En betekent een meerwaarde voor de mensen, de wereld rondom u en nog niet in het minst uiteraard voor uzelf. Dus voilà, veel succes daarmee en maak er een topjaar van. Bye.